Welkom allemaal. Alvast een hele goede morgen. Fijn dat je weer luistert. Onverwachte angst. De symptomen van een paniekaanval verschillen van mens tot mens en de kans is groot dat je iemand in je omgeving kent die er wel eens last van heeft of misschien ben jij zelf wel zo'n persoon. Symptomen kunnen een gevoel van dreigend onheil of angst zijn, verlies van controle of hartaanvalachtige gewaarwordingen. Een heleboel van die symptomen komen voort uit instinctieve vlucht- en vechtactie, die ontstaat als je hersenen een gevaarlijke situatie registreren. Het kan je onverwacht of in een onvoorspelbare situaties overkomen, zoals tijdens het autorijden, als je je in een grote menigte bevindt of met een lift naar boven gaat. Veel mensen verbergen het feit dat ze aan paniekaanvallen lijden, maar het is belangrijk te bedenken dat ze zo veelvuldig voorkomen dat je ze kunt overwinnen en dat je je voor kunt laten behandelen. Zodra je een paniekaanval het voelt aankomen, kun je het beste accepteren dat het gebeurt en dat het ook weer voorbij gaat. Maak het jezelf zo gemakkelijk mogelijk door je bewust te ontspannen. Probeer je zo nodig te concentreren op het feit dat je niets ernstigs zal overkomen en dat je niet gek bent of doodgaat. Bij een paniekaanval kan het volgende helpen. In dit voorbeeld gaat het over het autorijden. 1. Neem voordat je in de auto stapt even de tijd om op te schrijven wat je bang maakt. Het is belangrijk dat je tot de kern gaat van wat jouw paniekaanvallen veroorzaakt. 2. Je kunt een mobiele telefoon aansluiten op een oortje en een vriend of vriendin bellen. Vertel hem of haar dat er niet gepraat hoeft te worden. Je wilt alleen maar iemand aan de lijn hebben terwijl je rijdt, zodat je weet dat er iemand bij je is. 3. Als je in paniek raakt, beseft op dat moment wat er dan gebeurt. Je bent niet aan het doodgaan. Haal diep adem, neem een slokje water. Grond jezelf door je voor te stellen dat je verbonden bent met Moeder Aarde door een koord dat via je staartbeen diep de aarde ingaat. Laat je vriend of vriendin op een rustige manier tegen je praten. Neem een voorwerp mee dat aardend werkt, zoals een steen, een kristal of iets anders uit de natuur wat je veilig aan het stuur vasthoudt. En 4. Zodra je op de plaats van bestemming bent aangekomen, beloon jezelf. Je hebt hard gewerkt en je verdient waardering omdat je door je angst heen bent gegaan. Fijne ochtend nog. Namaste.